Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Pak je tekenspulletjes er lekker bij en ga weer lekker tekenen. Um, het boekje wat ik gebruik is van Art Creations. En dit vind ik eigenlijk een heel fijn boekje. Het heeft iets dikke papier. Je hebt ook van Art Creations de boekjes met wat geelachtige papier en dat met de wit, wit papier is net iets. Dikker en het werkt echt super fijn om op te tekenen met uh, markers. Het drukt wel wat door, maar het drukt nog niet zo door dat het op de volgende pagina te zien is. Dus vandaar dat ik dit een heel fijn uh, schetsboekje vind van Art Creations. Ik ben inmiddels begonnen met het opzetten van de basis. Ik ga gewoon weer een leuk vrolijk portretje tekenen, want dat doe ik het allerliefst. Uh, als je mij volgt met YouTube Shorts, dan zien jullie mij heel vaak portretjes tekenen van meisjes. Dingen, geen realistische portretjes, want daar ben ik nooit zo goed in. Gewoon fantasie portretjes. En de basis, die heb ik eigenlijk leren tekenen bij de cursus van Pippa Knus. Uh, portret tekenen, dat heb ik al vaker genoemd. Die heeft heel veel leuke cursussen. Deze video wordt trouwens niet gesponsord, maar... Um, ik heb met behulp van haakcursussen wel een leuke basis leren tekenen voor het maken van portretjes, dus vandaar dat ik het noem. Ik ben inmiddels begonnen met het overtrekken van mijn schets en hiervoor gebruik ik een uh, Tombow bruspen. Die is eigenlijk verkrijgbaar bij uh, de meeste... Creatieve winkels hebben die volgens mij wel. Uh, en anders is die vast en zeker online te verkrijgen. En als ik de basis heb gezet, dan ga ik mijn markers gebruiken. Um, ik gebruik eigenlijk altijd de markers van Copic. Ik heb heel veel markers gebruikt. Ook de markers van de Action of de Uwe markers. Maar meestal grijp ik weer terug uh, op mijn Copic markers. Omdat ze eigenlijk een hele fijne zachte bruspijn uh, hebben. En bij de winkel waar ik die haal, hebben ze heel veel kopmarkers. Dus vandaar. Maar je kunt ook Tombows gebruiken. Die heb ik ook wel. Die zijn ook heel fijn in gebruik. Die hebben alleen een iets hardere brush, om het zo maar te zeggen. Ik begin met de huidskleur. Ga ik beginnen. En het fijne van Marcus is als je laag over laag doet, dat je dan een soort schaduw creëert. Omdat dan de andere laag iets donkerder wordt. Dat vind ik altijd het fijne van Marcus. En ik vind het ook leuk om markers te combineren met of kleurpotloden of met Posca-pennen. Vind ik ook heel leuk. Ik heb ook de postcapennen naast me klaargelegd. Die ga ik ook straks gebruiken. Dat en uh, het is vandaag een stormachtige dag hier zo. Dus het is een heerlijke dag om gewoon lekker binnen te zitten en te tekenen. En ik hoop dat jij dat ook vindt. En naast tekenen vind ik natuurlijk uh, Bullet Journal vind ik heel leuk. Uh, maar ook collage journaling of art journaling, hoe je het ook maar net noemt. Vind ik ook ontzettend leuk om te maken. Dus, mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kijk er rustig rond. En ik, hopelijk zit er iets leuks voor je tussen om te doen. En mocht je nog geen abonnee zijn, druk dan vooral even op de rode abonneeknop. En wil je op de hoogte gehouden worden, druk dan op het notificatiebelletje. Dan mis je geen video meer. En als ik de basis klaar heb van mijn poppetje, pak ik mijn postcapen erbij. En dan teken we nog een hele leuke bril ermee En dan zijn hierbij, zijn we bijna het einde gekomen van deze creatieve video. Ik hoop dat je weer wat tekeninspiratie uh, hebt opgedaan. Bedankt voor het kijken. En tot snel bij een nieuwe creatieve video.